Het binnenland is uitgesloten van de herkansing en extra aandachtsscholen, zei BEP-parlementariër Ronnie Assabina afgelopen week in de Nationale Assemblée tijdens een openbare vergadering. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft project Herkansing en extra aandachtsscholen gelanceerd, waarbij leerlingen in de vakantie gelegenheid krijgen hun cijfers op te halen om alsnog te kunnen voldoen aan de overgangsnormen. Assabina zegt dat juist de leerlingen in het binnenland deze mogelijkheid hebben, maar niet krijgen. Brokopondo na en Alex zou men denken, alle scholen van Brokopondo, Brokopondo kent 17 basisscholen, slechts 2 zijn geselecteerd. Ja, en het totale binnenland, en met welk argument? Uitgestrektheid van het binnenland, voorzitter. Voorzitter, is de zoveelste discriminatie en uitsluiting, voorzitter, ja, van delen van dit land, voorzitter. Het kan niet, voorzitter. Dit is barbaars. Ik heb geen andere woorden ervoor, voorzitter. We vragen de overheid om dit besluit terug te draaien, voorzitter. Dit kan niet. Ja, voorzitter. En wanneer het gaat om informatie over inflatiecijfers, de man heeft ik cijfers dat met als inhoud, het is te duur, voorzitter. Noa cijfers neemt ik dat. En zo zijn een aantal ontwikkelingen. De meeste drop-outs, voorzitter, komen voor in het achterland. En juist zou je daar moeten inzoomen. En wat zien wij? Nee, ze komen niet voor. Alsof er geen mensen daar wonen, voorzitter. Assabina benadrukte dat het onderwijs in Suriname inspirerend en gezond moet zijn voor ieder, ongeacht de afkomst van individuen.